Ik heb daar verder geen commentaar op te geven. En ik vind ook... U heeft die informatie wel vrijgegeven. Dat moet dan... Ja. Gewoon de informatie, zonder meer. En voor de rest vind ik dat privézaken privézaken zijn. Ja. Maar daar heeft de burger dan wel recht op om te weten dat u geld verloren heeft in de crisis? U die invloed uitoefent op beurskoersen door de informatie u verstrekt, mevrouw De Win, waar heeft u beleggingen gedaan? Ik heb geen beleggingen. Heeft u niks? Heeft u geen bank? Bent u geen cliënt bij een bank? Ik heb gewone deposito's bij gewone, normale banken. Een woord deposito, letterlijk vertaald, we zeggen belegging. Dus u heeft wel beleggingen. Ik ben geen premier. Nee, natuurlijk niet. U wel. Goed, maar ik ga nu gaan antwoorden in de Senaat. Okay, bedankt, premier Letelier.